Ik kom uit Nederland, deze dames. En de plaat heet Andy for Love It Takes Two. U weet dat de Nederlanders de gekke gewoonte hebben om allerlei soorten records te willen verbreken. We hebben zo een record paal zitten en een record bed liggen en weet ik veel wat allemaal. Maar een heleboel gekke dingen in elk geval bij elkaar. En ik kan u vertellen, met vreugde eigenlijk, dat Jacobs papa dus de afgelopen nacht om 12 uur het record DJ-verblijf op Zendschepen heeft verbeterd. En dat met groot plezier, moet ik zeggen. Dat het nog steeds met een heleboel plezier gedaan wordt. Maar ik vond het prachtig. 108 dagen, Tony Allen, 2 jaar geleden. Het is vandaag de 109e dag van Jacob. Over Otto laten we daar maar over zwijgen. Die is hier een keer 5 maanden achterin gezet. Otto, mocht je luisteren, deze is voor jou. Dat was er een van Laurent Fourzie, een double star. Otto die is hier namelijk een keer bijna 5 maanden aan boord gezeten, maar dat was toch wel het absolute record. Maar van de discjockeys mag ik trots zijn dat ik nu het record had. 109 dagen, vannacht om 12 uur, wist je dat? Zo. Tony Allen heeft er een keer 108 dagen opgezeten, voor mij is het 109 dag. Kun je nagaan. Laurent Fourzie draait hier mee met veel plezier en double star. U krijgt een reclametje en dan krijgt u de case met het weer. Ja. Clark Ripcord in een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen, Clark Jeans, dat moet je doen. Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit. Hey, tot ziens in je Clark Jeans. Clark. Meneer, het is al yours. Wordt het gerold hier? Zo. Ja? Wat wordt dat eigenlijk? Een telegram stel een weerbericht. Weerbericht van morgenavond? Ja. Oké. Half tot zwaar bewolkt. Met 2 T's. Stop. Met enkele regen- of onweersbuien. Stop. Matige tot krachtige wind. Stop. Uit west tot noordwest. Stop. 10 graden. Punt. Dat is echt telegram stel. Ongeveer 10 graden. En morgen afneming. Wat de wind? De wind natuurlijk. Ja, ja. Stop. Vlissingen op de hoek van Holland 7. Dat houdt in Vlissingen en Hoek van Holland, windkracht 7 en de rest geen waarschuwing. Oh, is dat alles? Ja. Nou, u hoort het wel, rechtstreeks uit de telex gescheurd, zo voor u opgelezen. Kees, mijn dank. Kees Borrow. Dit is de een van de formatie Supermax, dat gaat over Love Machine, zal Kees weer niet zijn. What? Dat was de een van Blondie. En I'm gonna love you too. Ik heb u gisteren trouwens ook al verteld. Maar voor het geval dat u niet geluisterd heeft. Dus heb de laatste tijd in de kranten hele vreemde geruchten gestaan omtrent Miami Gold. Ten eerste natuurlijk de actie van de Belgische justitie. Dat is allemaal waar. Maar er stond ook in dat Miami Gold zou verdwijnen. Omdat hier een ander radiostation vanaf dit centrum zou gaan uitzenden. Dan moet ik u vertellen dat Miami Gold geen zin van plan is om dat te doen. Wij zijn van plan om hier te blijven en dat zal ook allemaal wel lukken. Dus u weet het, we zijn niet van plan om weg te gaan, maakt u zich geen zorgen. Miami Gold blijft en dat is een feit.